Het Outbreak Management Team is positief over de heropening van de horeca en de cultuursector. Ook zou het publiek weer aanwezig mogen zijn bij sportwedstrijden. Dat melden diverse bronnen. Wel adviseert het OMT een sluitingstijd van 8 uur in de avond. De horeca is in ieder geval blij met het advies. Laten we vooropstellen dat wij ontzettend blij zijn dat we weer open mogen met z'n allen. Want dat was natuurlijk wel erg nodig. Vooral ook natuurlijk als je om je heen kijkt in de andere landen waar het allemaal nog open was. Ik ben zelf momenteel in Spanje en hier merk je eigenlijk helemaal niks van corona. Alles is gewoon open. Natuurlijk moet je wel even je corona-check laten zien als je restaurant binnengaat. Maar het is net alsof het er hier niet is. En dat is heel vreemd als je dan in Nederland zag dat alles gewoon, dat het allemaal niet kon. Dus wij zijn ontzettend blij, ik als ondernemer, maar ik denk ook onze hele sector, dat wij nu weer open mogen. Maandag kijkt het kabinet naar het OMT-advies. Haagse bronnen wijzen erop dat zowel het advies als de reactie van het kabinet nog onderwerp van discussie zijn. Van der Meer hoopt dinsdag toch te horen dat hij iets langer open kan. Kijk, die 2 uurtjes extra open, dat maakt voor het aantal IC-opnames niks meer uit natuurlijk. Dus, maar voor de restaurantsector is het zo ontzettend belangrijk dat we wel tot 10 uur of tot 12 uur open kunnen in plaats van tot 8 uur. Het zou onze sector, de restaurantsector, ontzettend helpen. Maar ook de cafés en ieder theaters, het zou veel beter zijn. Van der Meer hoopt wel dat de heropening nu definitief is. Een nieuwe lockdown vindt hij absoluut onwenselijk. Als die IC-capaciteit niet fors wordt uitgebreid in de komende jaar, dat het zo nog een keer zou kunnen gebeuren. Dat wij elke keer weer de kind van de rekening zijn, ja, dat zijn we ondertussen wel een beetje zat aan het worden. Dat willen we gewoon niet meer. Er zullen toch andere oplossingen bedacht moeten worden dan nog een keer een lockdown. Maar je weet het nooit.